Bert van der Els, u bent de bestuursvoorzitter van Heijmans. Ja, Heijmans dat over 2012 een netto verlies leed van 89 miljoen euro. U zegt ja, de Nederlandse markt is slecht en de huizenmarkt is zelfs beroerd. Inderdaad, we zien een dramatische markt voor woningen in 2012. Niet makkelijk, moeilijke omstandigheden. Zelfs nog weer iets teruggelopen ten opzichte van 2011. En dat maakt het ook dat voor ons natuurlijk nodig om grote afwaarderingen te doen. Forse afwaarderingen zelfs. Tot een bedrag van bijna 100 miljoen. En dan komen we op een netto resultaat uit van 89 miljoen. Laat overigens ook zien dat we toch winst gemaakt hebben. Een positief resultaat hebben over de hele breedte van het bedrijf heen. Toch heeft u over 2012 maar 1081 woningen verkocht. U zegt dat is een historisch dieptepunt voor Heijmans. Inderdaad, dat is een absoluut, voor zover ik weet, en in ieder geval over de laatste 10, 15 jaar een historisch dieptepunt. In de goede tijden zat Heijmans op zelf verkochte woningen, zelf ontwikkelde woningen op een 4000. Dus we rekenen nu met 25%. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat de markt vrijwel volledig tot stilstand is gekomen. Particulieren hebben niet het vermogen om te investeren, hebben moeite om het gefinancierd te krijgen. De bank. De bank hebben een groot probleem met vertrouwen in de markt. Zal mijn woning over het 1 of 2 of 3 jaar nog wel opbrengen wat ik er vandaag voor betaal? Afwachtende consument. En we zien daar natuurlijk aan alle kanten aarzeling. Ook de woningcorporaties die flink moeten inleveren, ja, die zeggen tegen u, wij wachten eventjes met het doen van nieuwe investeringen. Dus dat kost u ook geld. Inderdaad, ook voor hun geld uiteraard dat zij duidelijk berichten hebben uit van onze regering gekregen van heren let op, nu moeten een heffing gaan betalen. Dat kost zij hun geld. Dat betekent ook dat hun projecten tot stilstand komen of in ieder geval in een lager tempo terecht gaan komen. En dat maakt het niet gemakkelijker. U zegt vooralsnog gaan we niet reorganiseren, we hebben nog geen voornemens. Maar aan de andere kant sluit u het ook niet uit. Dat is bijna diplomatieke politiek. Nou, ik denk dat wij als ondernemers een onderneming altijd moeten opletten natuurlijk. Wij weten ook niet precies wat er op het eind van het jaar of volgend jaar gaat gebeuren. Dus vandaar is dat ook al een belangrijk antwoord. Tegelijkertijd zeggen wij, we hebben eind vorig jaar en aan het begin van dit jaar natuurlijk alle zaken en alles op orde gezet. Om te voorkomen dat we weer verder moeten gaan reorganiseren. En voorlopig hebben wij daar ook geen plannen. Het blijft voorlopig bij de 260 banen in de bouwsector, de afdeling wonen. Afdeling wonen, de 260 banen en her en der in het bedrijf op groepen hebben we uiteraard ook activiteiten ondernomen om ze scherper of beter georganiseerd te krijgen. Maar ten opzichte van de 8000 mensen die bij Heijmans werken zijn dat relatief kleine aantallen. Over 2011 leed Heijmans een verlies van 38 miljoen, over 2012 nu 89 miljoen. Hoe lang kan uw bedrijf dit volhouden, deze markt? Nou, je moet zich voorstellen dat Heijmans in het verleden natuurlijk bedrijven overgenomen heeft of grondposities gekocht heeft. Heijmans heeft daar misschien 5 of 10 jaar geleden al voor betaald. Dat geld is weg. Alleen die waarde van die posities is gewoon duidelijk minder geworden de afgelopen jaren. En dat betekent dat wij hebben moeten besluiten om die waardeaanpassing dan ook in onze verlies en winst op te nemen. Dus het gaat vooral om waardeverbindingen en reorganisatiekosten waardoor dat verlies er nu staat. Nou, u zegt financieel met wat we doen is Heijmans gezond. Financieel is Heijmans gewoon een sterk en gezond bedrijf. Met een uitstekende balans en een goede positie op de markt. Toch zegt u, 2013 wordt beroerd, 2014 ook. Misschien dat dan de opdrachten weer binnenkomen om te gaan bouwen. Maar dan ben je nog geen stijger aan het opstellen. Nee, dus dat moeten we ons wel realiseren. Als in 2013, 2014 die opdrachten weer beginnen te komen. Dat betekent dat er weer wat meer activiteiten in de markt komen. Een gemiddeld bouwproject duurt zo 2, 3 jaar. Voordat je echt werkelijk met de stijger bezig bent, zoals u dat zegt, zijn we natuurlijk 1, 2 jaar na opdracht. Dat betekent dat je de eerste echte grote activiteiten pas 2015 zult zien. Een belangrijk herstel van de markt. Dus je hebt er wat jaren uit te zitten? En wij zullen nog 2 jaar moeten werken met de markt zoals die nu is. Dank je wel.